In deze aflevering van Smart Reportage gaan we kijken naar de tweede dag van het Spijkenissen Festival. Op deze dag is er een doorlopend programma van het Milieuhuis en de Boekenberg. En de dag wordt begonnen door het musical orkest van het Centrum van de Kunsten Spijkenissen. Onder ons genoeg te doen. Zo reed er een auto rond met een heus ingebouwd aquarium met goudvissen. Deze spoot de bezoekers nat door een slang vanuit het dak. Verder konden de kinderen knutselen, konden zij zwemmen in een zwembad vol met kinderboeken, waarvan zij er ook nog eens één per kind mee naar huis mochten nemen, en konden zij zaadjes planten in een rondrijdende fietsenbak van het Milieuhuis. We'll be right back.
jongens en meisjes, papa's, mama's, opa's en natuurlijk niet te vergeten de lieve oma's. Hartstikke fijn dat jullie er zijn in deze mooie tent op het Spijkenisse Festival. Wij zijn een rockband voor kinderen, maar evengoed voor volwassenen. En we heten Hippe Gasten. Wij gaan voor jullie zo meteen een uur lang een popconcert spelen. En we gaan vragen of jullie mee willen zingen, stampen, dansen, roepen, schreeuwen, van alles en nog wat. Maar voordat we kunnen beginnen met spelen, missen we nog iemand. En dat is onze zanger. En die moet hier zo meteen voor deze microfoon komen staan. En die zanger, die durft nooit zo goed. Dus ik denk dat we het moeten proberen, dat jullie met z'n allen, dat doen wij samen met jullie, dan gaan we hem op het podium roepen. En dan kijken of het lukt. Zullen we dat doen? Ja? Oké, hij heet Jon en hij is zanger. Dus we roepen hem met Zanger Jon. Dat is makkelijk, hè? Ik tel af en jullie zeggen, roepen heel hard, zo hard mogelijk, Zanger Jon. En we gaan één keer oefenen. 1, 2, 3. Dat is mooi, dat is mooi. De klank is goed. Het volume mag nog wel iets meer. Kom op jongens, vanuit je tenen. 1, 2, 3. Juist. 1, 2, 3. Jawel. En daar is die. Na. Het is alleen maar thuis. Het wordt tijd dat ik opsta. Beroemd in hun band. Fans wachtend in een rij. Op straat worden herkend. Spot mij zon op mij. Alles draait om mij. De wereld die staat stil. Dat maakt mij pas blij. Alles hebben wat ik wil. Eerst nog die auditie. Ik moet nog op die stip. Ik moet nog voor de jury. Videoclip, ja! Ik wil op die stem, die brandend rode stip, die o zo vierig rode stip. Ik moet erop, die brandend rode stip, die o zo vierig rode stip. Jongens, op die benen! Stip, 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 stop! Wil ik naar de maan? Ik wil met beide voeten even daar staan. Lekker in de maan vroeten hun ook. Koop ik een BMW, felrood of pikzwart. Misschien koop ik ze alle twee. Of een paarse voor mijn paard. Op je knieën! Hey. Hey. Ik wil op die stip, die brandend rode stip. Die o zo vurig rode stip. Ik moet erop, die brandend rode stip. Die o zo vurig rode stip. Op je knieën jongens. Stip, 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 stop! Hij wil op die stip. Ik wil op die stip. Hij wil op die stip. Jongens en meisjes, in Spijkenisse. Wat zou het vet zijn als we met z'n allen eens even gaan zingen. Dan zing ik als eerste ik wil op die stip. En dan zingen jullie hij wil op die stip. Kan dat? Kunnen we dat proberen? Dan voelen wij ons niet zo alleen. Dan begin ik, ja? Let op, zonder microfoon.
die stip. We gaan op onze knieën of met onze voeten. Stip, 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 stip. Ja! Haha! Avond. Druk aan het appen naar alle vrienden om naar het Spijkenissen Festival te komen. Ja, zeker. Nee, ik ben gewoon levenloos. Hey, ben je speciaal voor de kicks gekomen of ben je al heel de dag hier? Voor de gezelligheid gewoon. Aanzinnig. Hartstikke leuke band. En dadelijk komt er nog echt een fantastisch bandje. De Memphis Maniacs. Ja, dat moeten we echt allemaal zien. Serieus waar. Lekker biertje erbij. Je hebt het helemaal naar je zin. Die houd ik even vast voor de ander. Jongens, hoe hebben jullie het naar je zin vanavond? Goed. Goed. Jawel, alleen muziek is valt tegen. Waar ben je voor gekomen? Ik kom uit Gouda, dus ik kom niet uit hierheen, maar ik hoorde een festival, dus ik dacht oké, ik ga wel mee, want ik zat in Rotterdam. Wie van jullie komt er wel uit Spijkenissen of allemaal uit Gouda? Zuidland. Ah, dat mag ook, Zuidland. Kom maar even dichterbij, joh. Hoe vind je het vanavond? Oh, ja, nou de muziek is nog niet echt leuk. Veel mensen. Zijn jullie net aangekomen? Half uurtje, ja. En voor wie zijn jullie gekomen? Niemand. We zijn voor het festival gewoon hier. Thank you.
Goedenavond. Hoe vinden jullie het vandaag? Ja, goed hoor. Leuk. Komen jullie voor een speciale band of gewoon om lekker de zaterdagavond te vullen? Ja, gewoon zomaar. Voor het plezier. We zijn nog niet eerder geweest, dus we komen net aan. Ze weten niet goed wat we ervan moeten verwachten. Goedenavond, meneer. Helemaal alleen, staat u te genieten? Nou, te genieten. Het is net niet wat ik ervan verwachtte. Die band dan, hè? Deze band? Voor welke band bent u gekomen? Nou, ze hadden een beetje de naam hun. Maar dat viel me tegen. Dus daar ben ik op afgekomen eigenlijk. Maar nou schijnt om 10 uur schijnt er de band te komen, volgens de directeur die het organiseert hier. Oh. Die schijnt wel beter te zijn, dus. Ik ken ze niet. Dus het is voor ieder wat wils, hè? Oh ja, het is voor ieder wat wils. Ja hoor, tuurlijk. Nou, geniet. Ik loop een beetje rond en ik geniet wel, op mijn manier. Heel veel plezier nog vanavond. Dankjewel. Ik heb altijd naar mijn zin, toch? Tuurlijk. Ben je nog voor een speciale band gekomen vanavond? Nee hoor. Gewoon voor de lol. Fijne avond. Heb je het een beetje naar je zin vanavond? Prima hoor. We zijn gisteravond ook al geweest, dus we weten wel een beetje hoe het gaat. Wat vond je de highlight van gisteravond? Dat was? Lekker gezellig met z'n allen buiten staan. Ja, dat was leuk, maar ik weet niet meer wie er was. Jij? Ik ook niet. Als ik zeg Hans Dulfer. Ja. Hans Dulfer, ja, die hebben we gezien. Die hebben we gezien. Ja, die was goed. Faisal. Faisal, ja, die was nog beter. Ben jij geweest? Ja, die vond ik goed. Ja. Dat heb ik niet gezien. Nee, ik was aan het praten. En Lokaal Kabaal, heb je daar nog iets van meegekregen? Gezien, nee, nee. Wel wat gemist hoor. En nu vanavond, komen jullie voor een speciale band of gewoon weer voor de gezelligheid? We hebben net binnen de tent gestaan bij de Kick. Dus we lopen even te kijken of we nog... Het is nog niet begonnen, dus... Ja. Echt een gezellig nummertje doen van Arjan. Dat heeft hij geschreven. Hij had het ook zelf kunnen zeggen natuurlijk, dat hij het zelf geschreven had. Maar dat deed hij dan niet. Dit heet Even voor Altijd. Zo'n liefdesnummertje voor alle verliefde stelletjes in de zaal. Jongens, zijn er verliefde stelletjes in de zaal vanavond? Ja, daar zie ik één heel verliefd stel staan. Dit heet Even voor Altijd. Feest waar ik nooit ben geweest, maar ik vol met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar ik had het mis. Alles wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur, gelukkig zijn. Alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Kon ik maar voor even bij een meisje zijn voor altijd. Ik ga door de hele nacht in de bar of de disco. Ik heb het glas door ik te drink. Wat moet ik doen? Ik mis altijd de laatste trein. Verder zou brengen. Dan word ik wakker naast een vrouw die ik nauwelijks ken. Want alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Ik wentel me in eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Kon ik maar wel even bij een meisje zijn voor altijd.
alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Ik ben tonnen in eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Kon ik maar voor even bij een meisje zijn voor altijd. Ik ben tonnen in eenzaamheid. Oh, kon ik maar voor even bij een meisje. Dank u! Smart TV, we zitten hier nog met de mannen van de Kick. Jullie hebben net opgetreden hier op Spijkenisse Festival. Hoe vonden jullie het gaan? Hij vond zelf gereed aan natuurlijk sowieso, maar ja. Hij was echt een soort prima, ja, was een prima feestje hoor, in de tent. En ja, het is natuurlijk een beetje een soort van voorstad of een achterstad, hoe je het wil noemen, van Rotterdam. Ja, ja. Ik denk dat hier wel de meeste mensen die hier staan in de tent, dat er vooral uit Rotterdammers eigenlijk van origine, ja. Ik hoorde ook een paar mensen uit die uit Limburg kwamen en ja, zo. Klopt, maar, ja, maar toch een hoop echt met Rotterdamse roots natuurlijk. Ja, ja. En dat merk je wel, weet je wel. Het was ineens, toen we hier aankwamen, was het ook nog wel vrij rustig, weet je wel. Er stond eigenlijk niemand in die tent toen we aankwamen. Van Jezus Christus, ja. Wat moeten we hiervan gaan maken? Want het waren heerlijke sperrips, maar als je het daar op moet doen de rest van de avond, ja. Is toch lastig, weet je wel. Er was geen hond. Maar toen we gingen spelen, kwamen we in die tent, stonden we achter het podium en dat zag er hartstikke goed uit. En het was gewoon hartstikke druk. Dus we hebben een prima feestje, zeker weten. Hoe vonden jullie het, de reacties vanuit het publiek verder? Vonden jullie het een beetje actief genoeg? Nou, we vonden zelf gereed aan, maar... nee, het was hartstikke leuk. Dat was een hele goed mee. Ja? Ja, natuurlijk. Oké dan. En de Kick, jullie zijn opgericht in 2011, als ik het goed heb. Hoe zijn jullie ooit bij elkaar gekomen? Ja, nou, het is... zelf gereed aan eigenlijk, maar... Nee, Dave en ik hebben nog even een tijd met elkaar in de mat gespeeld. En toen ging de mat, ik denk in 2011 zal het toen geweest zijn, ging de mat uit elkaar. En toen hadden Dave en ik zoiets van, nou, we willen eigenlijk nog wel samen iets gaan doen. En toen dachten we, nou, dan beginnen we een bandje, en heet de Kick. En jullie? Het is eigenlijk een beetje zo begonnen dat Marcel en ik, die wilden weer een bandje dan beginnen inderdaad. En het wilden we eigenlijk gewoon puur voor de Kick, was dat, hè, ja, dat klinkt heel cliché en heel kut, maar dat was eigenlijk wel wat het was, hè, toch? Ja. We wilden gewoon voor de gein, dat met de mat, dat hele circus hadden gehad en hadden we even geen trek meer in. En we wilden eigenlijk gewoon op de zondagmiddagen, weet je wel, dat we even niks hadden. Van vrij waren, gewoon lekker spelen en dan het gewoon puur voor de Kick doen. Dus vandaar dat dan ook die bandnaam is ontstaan uiteindelijk. Ja. Maar het ging alweer heel snel dat het dan toch weer gaat jeuken bij iedereen, weet je wel. Kruipbaard in gaat komen. Inderdaad, precies. Dat was al weer binnen een maand stonden we alweer op de planken eigenlijk. Ja, 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 ja. En jullie hebben toen jullie eerste album uitgebracht. Daarna is het redelijk hard gegaan ook, geloof ik wel. Hè? Dat optredens en festivals, grote festivals ook, vooral Lowlands, zag ik. Ja. Hoe ervaarden jullie dat, zeg maar? Was het daarvoor ook al zo groot of is het echt in één keer op jullie neergekomen? Ja, sowieso vonden we er gereed aan natuurlijk allemaal, maar... nee, ik weet nog heel goed, er was één dag voor in mei en toen... Simone was toen al een tijdje uit en er werd op radio gedraaid. Ja. En we moesten toen in Amsterdam spelen voor, ik geloof 3FM en misschien Radio 2. Zit hier naast om te lachen? Ja, hij zit te lachen. Ja, joh, die gasten zitten een zootje van te maken. Wij proberen hier gewoon een heel professioneel interview. Wat is dit nou? Nee, maar ik wil jullie hartstikke bedanken. En, nou, dit was Smart TV. Ik zit hier met de mannen van de Kick. En wij zien jullie morgen weer.